student economie in Chicago. Zeg ik het volgens mij helemaal goed. En maakte zich voor vertrek naar Amerika ook hard voor de jonge democraten. Ja. Ik zou zeggen, klopt. Ga je gang. Ja, nou, geweldig om hier te staan. Alleen nu net wordt eigenlijk natuurlijk het gras voor mijn voeten weggewaaid door de heer Muller. Want als je 10 minuten over pensioen kan spreken, dan kan je eigenlijk bijna niks zeggen natuurlijk. Dat is veel te kort om over dit complexe onderwerp te praten. Dus ik had me voorgenomen om één punt te gaan maken in die korte tijd. En dat punt is dat we moeten gaan individualiseren. Die collectieve fondsen moeten opgesplitst gaan worden. En waarom heb ik voor dat punt gekozen? Enerzijds omdat het prikkelend is. Ik denk dat het nog steeds het grootste taboe is binnen de pensioenpolder. En daarnaast is het de oplossing voor het grootste probleem waar zowel jong als oud mee geconfronteerd wordt op dit moment. Voor ouderen is denk ik op dit moment het allergrootste probleem dat doordat de buffers verdwenen zijn van de collectieve fondsen, zij geen enkele zekerheid meer hebben. Het is op dit moment zo dat stelt u zich voor bijvoorbeeld het ABP, wat een dekkingsgraad van 100% op dit moment. Als dit jaar zij een tegenvaller hebben van 5%, wordt er 5% gekort aan het eind van het jaar. Nou, dat lijkt mij als je afhankelijk bent van het pensioen als ouderen een afschuwelijke realiteit. Je weet dus niet of je inkomen aan het eind van dit jaar misschien in één keer een enorme klap gaat krijgen. Daarmee worden die ouderen op dit moment geconfronteerd. Jongeren daarentegen, en daar had Eimert Muilwijk het al over, die hebben een andere onzekerheid, namelijk wat zijn eigenlijk die regels die gelden voor hoe we dat geld verdelen. Er is een enorme lobby, 50+, de vakbond schaar ik daar ook onder, die heel erg hun best doen om te proberen die garanties voor ouderen ten koste van jongeren veilig te stellen. En dus jongeren maken zich enorm zorgen, is dat pensioenfonds niet gewoon een zwart gat waar al mijn premies in verdwijnen? Nou, individualisering van die fondsen is voor beide dé oplossing. Waarom? Ouderen, die dus nu geconfronteerd worden met dat enorme risico, daarvoor kunnen we apart gaan beleggen op het moment dat we dat fonds uit elkaar getrokken hebben. We kunnen kiezen om een andere beleggingsmix te pakken voor ouderen, waardoor we die ouderen zekerheid kunnen geven, terwijl we niet voor jongeren ook zeker moeten gaan beleggen. Want dat zou het bezwaar zijn wat pensioenfondsbestuurders nu zouden inbrengen. Ja, we kunnen niet risicovrij gaan beleggen, want dan hebben we voor jongeren geen perspectief meer op hogere rendementen. Voor jongeren is het dus de oplossing dat ze hun eigen potje hebben. Kan er ook geen greep meer uit het potje gedaan worden door andere generaties. Nou denk ik dat het belangrijk is, omdat er worden veel karikaturen gemaakt van dit voorstel. Ik heb dit voorstel vaker gedaan, er worden altijd de indianenverhalen verteld. En daarom denk ik dat het even belangrijk is om langs te lopen wat individualisering allemaal niet is. Het is namelijk niet, wat veel mensen meteen denken, oplossing van de verplichtstelling bijvoorbeeld. Je kan gewoon mensen nog steeds verplichten om geld in te leggen in die individuele pensioenregeling. Het is ook niet zelf beleggen, zelf beleggingskeuzes maken. Mensen een eigen potje geven betekent niet dat ze ook zelf aan de knoppen moeten zitten van de beleggingen. Dat kunnen we nog steeds door een bestuur op collectief niveau laten doen. Dat betekent ook niet, er zijn vaak mensen die zeggen, ja, dat is hartstikke duur, individuele rekeningen. En ze impliceren daarbij eigenlijk dat het schaalverkleining zou zijn. Maar dat is het ook niet, want we kunnen die individuele rekeningen juist op hele grote schaal uitvoeren. Het is ook niet afschaffing van risicodeling. We kunnen bijvoorbeeld het sterfterisico, ook als jij je eigen individuele spaarrekening hebt, kunnen we nog steeds het sterfterisico met elkaar delen. Wat het wel is, en daar sluit ik dan mijn praatje nu mee af, het is dus wel een einde aan die generatiestrijd die denk ik nu elke vooruitgang in de weg staat. En het is dus een kans dat we ouderen toch zekerheid bieden, terwijl we voor jongeren agressiever kunnen blijven beleggen om de indexatieambitie waar te kunnen maken. Ja, Boelaars, dankjewel. Ik geef door met nog wat vragen, want je zegt individueel beleggen, daar ben ik voor, maar je kunt dat ook eigenlijk splitsen, hè? Een afgeschermd gedeelte voor jongeren en voor ouderen. Wanneer ben jij trouwens, wanneer word je ouderen en wanneer ben je nog jongeren? Nou, juist als die rekening echt individueel is, dan kan je eigenlijk dynamisch tijdens je leven de beleggingsmix en daarmee de risico's die je neemt, kan je aanpassen.
Oké, maar dat doe je dus echt helemaal zelf? Nee, juist niet. Dat was mijn eerste punt, mijn tweede punt, wat het niet is. Het is niet zelf beleggen. Dus nee, we willen nog steeds een uitvoerder hebben die dat voor jou doet. En wat maakt het dan nog individueel? Wat het individueel maakt, is op dit moment hebben we een grote pot geld. Pensioen van zorg en welzijn zit, dacht ik, 130 miljard in een pot. Maar dat is één rekening, dus er staat niet bij van wie dat geld is. En dus als je in het bestuur aan knoppen gaat draaien, kan je de een wat meer geven en de ander wat minder. En daardoor maken jongeren zich erg zorgen dat die knoppen zo gedraaid worden, dat ouderen op dit moment de pot leegmaken en dat er voor hun niks over is. Individuele rekening betekent dat je kan inloggen, zoals bij internetbankieren, dat je gewoon ziet, dit is van mij. En op het moment dat het bestuur zou proberen daar wat uit te halen, dan zie je dat en dan kan je aan de bel trekken. En dan kan je meteen zeggen van, hey, dat is niet de bedoeling. Ja. In hoeverre waarborg je toch de solidariteit van het systeem? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat de heer Muller was net eigenlijk al terecht zei. Eigenlijk in dat tweede pijler hoef je helemaal niet zoveel solidariteit te hebben. We hebben al solidariteit in de AOW. Hè? We hebben al solidariteit in ons belastingstelsel zitten. En de vraag is, wil je eigenlijk wel solidariteit in die tweede pijler hebben? Ik denk van niet. Waarom? Omdat het is veel logischer om dat op landelijk niveau door de Belastingdienst te laten regelen. De Belastingdienst kijkt ook naar je inkomen, naar je vermogen. Dat kan een pensioenfonds helemaal niet. Dus het is eigenlijk helemaal niet logisch dat we naast die Belastingdienst, die dat veel effectiever kan, nog een ander instituut bouwen. Wat gaat herverdelen tussen mensen. En misschien daardoor zelfs wel juist tegengestelde dingen doet die we in het belastingstelsel proberen te regelen. Dus je haalt de solidariteit er eigenlijk helemaal uit? Uit die tweede pijler moeten we hem uithalen, is mijn mening. Maar dat zegt dus niet dat we geen solidariteit overhouden. Want die organiseren we via de AOW en via het belastingstelsel. En dan is het ook democratisch gelegitimeerd. Dan hebben we het probleem dat de FNV alleen bepaalt wat solidair is. Dat hebben we dan opgelost. Meneer Noordman, heeft u dat gehoord? Ik hoor het, maar dat klinkt eigenlijk meer, ik hoor het aan. Nee, maar wat vind jij van de besturen van de pensioenfonds? Hè? Want jij bent jong en je bent ook vaak, zie ik jou op Twitter, van er worden weer allemaal verkeerde dingen gezegd. En het wordt allemaal verkeerd voorgesteld, wat FNV erover zegt, sociale partners. Maar wat stoort jou daar zo aan? Nou, veel natuurlijk. Maar, tuurlijk. Maar wat dan? Ik kan er even om bij dit onderwerp een beetje te blijven. Het probleem is dus dat die pensioenfondsbesturen op dit moment enorme macht hebben om her te verdelen. Dat hebben mensen nu niet zo door, maar er gaan echt miljarden van de ene leeftijdsgroep naar de andere. Op het moment dat bijvoorbeeld de pensioenfondsen nu geconfronteerd worden dat de opbouw verlaagd wordt. Als zij wel of niet de premie ook evenredig verlagen, dat is een enorme herverdeling tussen mensen. Ze hebben daardoor eigenlijk de macht van een belastingdienst, terwijl ze niet de democratische legitimiteit hebben. Ja. Maar hoe zou je dat dan moeten oplossen? Of zeg jij van, daar moet je eigenlijk wel naar streven. Dus je moet dat bestuur, dat moet niet kunnen herverdelen. En als dat bestuur niet kan herverdelen, dan zou ik eigenlijk ook zelfs veel minder moeite hebben dat de FNV daar zit. Want dan kan ik ze hoogstens verwijten dat ze misschien niet de beste beleggers zijn. Maar ik kan ze dan niet meer verwijten dat ze geld van mijn generatie aan een andere generatie geven. Zullen we eens kijken naar de slotsom van jouw verhaal? Wat wil jij echt meegeven? Wat moet er in die blauwdruk komen vanuit jouw visie? En je hebt nog even de tijd, zie ik trouwens. Ja. Een minuut kan je vernemen. Ja. Nou, dat is veel te veel natuurlijk al, want het is eigenlijk duidelijk. Wat mij betreft moet gebeuren, is dat we dus die collectieve fondsen individueel maken. En dat daarmee lossen we het probleem op dat we nu alleen maar bezig zijn met als generatie met elkaar te strijden. En op het moment dat het eigendom van dat geld duidelijk vast ligt, dan kunnen jong en oud eindelijk weer gewoon het met elkaar eens worden. En dan kun je gewoon nog een biertje drinken met dan kunnen we gewoon een biertje Noordman drinken, ja. Oké, gelukkig. Dan is het toch nog goed. Dankjewel, Ilja Boelaars.